doe de dingen die in mijn leven nu al 30 jaar ongeveer doe, zeer, zeer graag. En kan dat dus niet verbinden met het woordje werken zoals het in mijn cortex is gekrast. Hij noemt zichzelf een zondagskind. Want wat heet werken als je met spelen je brood verdient? Josse de Pauw staat ruim 30 jaar op de planken, schrijft toneelstukken die hij zelf regisseert en heeft als acteur een slordige 50 films op zijn palmares. Bejubeld als podiumbeest, gelauwerd als auteur. Geluk in het spel, jawel, maar ook in de liefde. Hij heeft valse tanden, een Japanse vrouw en een bloem van een dochter. Over alle drie schrijft hij even schaamteloos als liefdevol. Want alles is werkmateriaal. Een enkele keer loopt er iets mis, glijdt de speler uit. Een film die flopt of een toneelstuk dat de mist in gaat. Niet erg, zegt hij, want... Af en toe is een goede smak op je teut die je niet sleet. Om wakker te blijven.